Sinds 4 februari is er een uh, wetswijziging die uh, uh, iets in de BRP uh, gewijzigd heeft, uh, de basisregistratie personen. En uh, dat betekent, die wijziging betekent dat uh, mensen die uh, vroeger een, een leefloos uh, kindje hebben gehad, uh, dat die de mogelijkheid krijgen om het kindje met een naam te registreren in de basisregistratie personen. Dus eigenlijk bij de burgerlijke stand. Tot op de dag van 4 februari uh, waren daar allemaal kindjes die geregistreerd stonden als een leefloos geboren kindje met de naam van de ouders. Als kinderen inderdaad in het verleden uh, een uur, een dag, een halve dag geleefd hadden, dan mochten ouders het kindje een naam geven, kwam het kindje met naam uh, in de BRP. En uh, ja, als een kindje leefloos ter wereld kwam, uh, dan was dat niet het geval. En dat was wel uh, uh, heel pijnlijk voor ouders die daar hebben meegemaakt. Wat wij op de begraafplaats uh, hebben gedaan, en eigenlijk uh, kwam dat in het verlengde van wat er veranderde in de BRP, is dat wij ook in de begraafplaatsadministratie diezelfde kindjes gingen registreren als een leefloos geboren kindje. En dus eigenlijk ook niet met een naam. En um, eigenlijk vinden wij vanuit de begraafplaats en vanuit de gemeente Almelo dat um, die kindjes eigenlijk ook in de begraafplaatsadministratie met naam geregistreerd moeten worden. Ja. Als je een naam hebt, dan besta je ook, hè? Ja, als je een naam hebt, besta je. En die kindjes hebben natuurlijk voor de ouders altijd bestaan. Alleen uh, ze mochten het kindje niet registreren, op een wijze zoals dat voor hun goed voelde. Ja. En ja, dat is gelukkig dat het nu veranderd is. Wij hebben uh, eigenlijk de laatste 15, 20 jaar al heel veel contact gehad met ouders waar mensen 50 jaar na het verlies van hun kindje eigenlijk uh, 50 jaar na dato nog hier komt informeren of het kindje nog begraven ligt hier op de begraafplaats en of wij hun die plek kunnen aanwijzen. Nou en het stukje wat daar nu achteraan komt is dat wij diezelfde mensen nu ook kunnen aanbieden dat ze het kindje met naam laten registreren. Ja. En op de begraafplaats is ook te zien hè, waar deze ja, kindertjes eigenlijk liggen. Ja, op de begraafplaats is duidelijk te zien waar die kindjes liggen. Er zijn een aantal paden waar uh, heel veel nummerbadjes uh, bij de graven staan. Dus eigenlijk een klein beetje anoniem uh, begraven... De gemeente Almelo heeft daar voor een goede tien jaar terug wel een monumentje opgericht. Door een Almeloze kunstenaar vervaardigd, Enna Futslaar. En uh, die heeft daar een prachtig monumentje aangeweid. Dus het is nu echt duidelijk zichtbaar. Het heeft duidelijk een eigen plek. En uh, de gemeente Almelo heeft ook de keuze gemaakt om dat soort grafjes eigenlijk niet te ruimen. Zolang de veronderstelling is dat de ouders... Uh, daarvan nog in Albelo wonen of onder ons zijn.